Een hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op zaterdag beland en het is de 22e september om 12:46 2018, of nog steeds in hetzelfde jaar. Drie van de vier zijn binnen. Eentje ligt op de bank. De rode die zit daar. Waar mijn prinsesje momenteel is, weet ik. Oh, die staat water te drinken. En de kleine zwart-witte is buiten. Ik ben met mijn koffie en nog met mijn lunch bezig. En straks gaan we on tour op Cape Holland. Het stukje er naartoe doe ik niet. Ik neem mijn GoPro mee. Ik neem ook deze mee. Voor het geval dat ik iets leuks ook zie. Maar in ieder geval, de GoPro gaat mee vanwege dat we de toegankelijkheid gaan doen van van Cape Holland, geloof ik. Als het heel den helder is, nou ja, dan komen jullie er ook vanzelf wel achter. Maar zover ik weet is het alleen nog Cape Holland, de oude Rijkswerf. Waar wij met de scootmobielen en rolstoelhouders naar binnen kunnen. En waar we tegenaan komen als we het niet kunnen. Wat veranderd moet worden, et cetera, noem maar op. Ik zou dit ook graag willen doen door Den Helder heen. Vooral het centrum waar we tegenaan stuiten en doen. Ja, dat is nogal een probleem hier in Den Helder. En ik denk bij iedereen wel. Dus als jullie ook in een scootmobiel zitten, probeer dan eens een keer mee te doen. Mag ook een rolstoel hoor, een elektrische rolstoel als je het lef hebt. En om mee te doen, moet je het gewoon doen. En anders ga jij naar de gemeente en dan vraag je of je een toegankelijkheidsrit mag gaan doen. En door jouw stad of jouw dorp of wat dan ook. Maar wel eerst even aanvragen, want het wordt hier ook gedaan. En het gaat nou van het VVV-kantoor uit. Dus probeer ook met het VVV-kantoor samen te werken. Gemeente en het VVV. En dan zit je goed. Ja. Dus lieve vrienden, geniet van de rit. Als ik een obstakel krijg, ja, dan is het hobbel, hobbel, hobbel. Zo ongeveer. Maar probeer ervan te genieten. En er zijn ook bruggen met hele steile hellingen. En eerst een rand, en dat is ook hobbel, dat weet ik wel, maar we kennen het toch overheen. Ja. Maar het is een ijzeren brug, en als je hoogtevrees hebt, moet je niet zo naar beneden kijken, want dan zie je het water er doorheen. Ja, moet je maar niet kijken. Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Geniet van deze tour, geniet van deze vlog. Geniet van mij en de beestenboel. En zo komen we de dag wel door, hè. Ik zou zeggen, geniet van alles wat je doen gaat. Ook al is het nog een kleinigheidje, daar kun je van genieten.